Het spelletje van de liefde, dat is eigenlijk iets van emoties. Maar vandaag gaan we op een fysieke manier proberen te strijden om het hartje van Ellen. Dat was na het ontbijt direct sportkleding aan doen. Maar eerlijk, ik dacht dat we naar de gym gingen, man. Het is wel goed als jullie best doen. Dat gaat later een voordeel zijn. Thijbo, we gaan bij jou beginnen. Jij mag beginnen met lopen op 3, 2, 1. Sneller, sneller, sneller. Hé, hey, zo ga je niet zweten, hè. Ik vind wel dat de jongens hier al te veel op hun kont gezeten hebben. Hij is een keer in het zweet zetten. Wat blijkt? We moesten lopen rond het huis. Oké. Wil ik een paard aan het rijden? Als je dan echt zo uitkijkt naar de gym en dan dit... Ik ga Sangrijke pakken. Allee, kom, dat kan sneller. Man, man, man. Het leven van een presentator is zo moeilijk, hè. Wat, klootzakken? Ik vond dat moeilijk genoeg om gewoon te lopen. Fuck you, man. Ze zijn zelf al aan het zweten gewoon er in de zon te liggen. Vind je dat fijn om te zien, Ellen? Ja. Het is wetende mannen. Sportieve jongens, hè. Yo, bebo. Tu bebes. El bebe. Jij liep voorop. Daarvoor was er nooit iets gebeurd. Ineens stond daar een stoel. Uiteindelijk is er heel veel sabotage in het spel geweest, wat ik wel schattig vind. Taibo. Maar jij liep op kop? Maar ja, ik had jullie al 3 keer inhaald. Fuck. Chaos. Dat heeft mezelf geen tijd bespaard, maar let's go. In de gym vind ik dat wel aantrekkelijk als jongens zweten. It's so easy. Who's gonna carry the ball? Cheating. Ik ben kapot. Ik wou fitness niet lopen. Goed gedaan, mannen. Ik ben trots op jou. Maar jullie knieën, hoek van 90 graden in de lucht heb. Krachtfitnessen, dus niet op conditie. Dus eigenlijk ben ik gewoon moe. Ah, wat denken jullie nu? Seks. Seks. Van mijn coach mag ik niet veel cardio doen. Because it's killing my gains. De jongens die het beter uitzien, zijn het zwakst. Ze hebben ook de kleinste piemel. Ja, dat is blijkbaar ook waar. Kom aan, kleine big dick energy, spring. De volgende oefening. Gaan we squatten en ik ben het gewicht. Waarom ruik je de zee? Moet ik mijn schoenen niet afdoen? Dat is makkelijker. Nee, het stinkt al genoeg. Hij gaat zo geen date meer krijgen. Ja, dus de squatvorm hebben we eigenlijk niks op aan te merken. Hè? Ja, het was niet veel kilo. Hè. 11. 12. Dat was wel impressive, man. Dat is een beest, snap je? Ja, we zijn goed bezig, moppie. 49. Goed zo. Oh, maar dat is wel nat bij mij. Nu wil ik Jens hier. Frontsquat. Ik hoop dat je neus verstopt is. Nee. Jens had wel een mooi zicht. Had een leukere squat voor hem. Maar voor zijn neus iets minder. Ze hebben al ervaring met die yoga dat ze gedaan hebben. 6. Ik krijg vis. Goh, ja, dat is niet moeilijk hè, om te weten wat je met mij kunt doen. Ja. Ik denk dat het standaard is dat jongens een beetje hebben bij kleinere meisjes, denk ik. Ik vind dat ook niet erg. Ik voel mijn biceps gewoon al afzwakken. Ze zijn al kleiner dan die van Taibo aan het worden. Maar we kunnen op zich toch dat hier doen met El naar gewicht. Ga niet met je hoofd in mijn... Als je neus verstopt is, zal je dat wel rapper doen, denk ik. Ik was blij dat ik niet moest squatten, want ik kan dat niet. Doe met mijn armen. En goed opspannen, goed opspannen. Ja, ging vrij vlot. Ja. Nee, ik heb het niet. Ik heb het niet. Wat, bro? Ik heb het niet. Wat is dat, man? Ellen. Ellen, nu is dat wel. Ellen! Hé, hey, heb je nu een stijve? Minimum 10 keer, hè. Wow, wow, wow. Wat heb jij er gedaan? Oei, 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 oei. Wow, wat is dat, jong? Kom maar. Ik zit er nog niet eens op, jongen. Nee. 2. Het ging eigenlijk helemaal niet om de oefeningen, het ging vooral om het zweet. Dus jullie mogen allemaal jullie kleren uitdoen. Ik heb hier allemaal plastieke zakken en jullie mogen die elk in een zak doen. Ik ga er eentje aan jou geven. Mijn ogen stikken een beetje de kost aan. Het sportgedeelte hebben we gehad. Nu komt het smelgedeelte. Wat zijn we dan aan die keuze? Eigenlijk echt een wie verzint eigenlijk? En je mag raden van wie van deze 5 knappe kerels de geur is. Oh nee, what the fuck, what the fuck. Maar dat is lekker voeten of zo. Ze vond dat de zak naar voeten stonk, dus dan had ze hem bij mij gelegd. Kent je dat zo'n vis dat je zo laat liggen? Dus ze zegt gewoon dat je stinkt. Ja, inderdaad. Dat was heel kort, maar krachtig. Ik weet niet of ik het lekker vind of wat ik het niet lekker vind. Dat is mijn vriend. Want sommige roken leek nog oké, goed. Het is door die pressure dat je eigenlijk niet mag hebben, maar misschien toch er is. Ik zou hier naast kunnen wakker worden. Ja, Olivier vertelt dat hij stinken zelf een red flag vindt. Dus ik hoop dat deze inderdaad van jou is.
Anders ben je ook een red flag. Maar heb je onderbroek precies al 3 dagen aan? Ik heb 6 dezelfde. Ik ook. Trying to blame people? Maar dat stinkt like niet. Ja, ik denk dat jullie het minst stinken dan. Yes. Doe het! Oh, ik wil helemaal broek. Ja, tering. Poeh. Het is zo bedorvenachtig iets, maar... What the fuck? Ja, bedorven, man. Een beetje, je bent oud. Oké, de laatste. Oh-oh. Ik moet daar woede van gisteren afreageren. Bij Robin zat er een beetje agressie bij. Hard! Dat was slecht, sorry. Dus gaan we kijken, Thibaut? Ik zie witte Nike sokken. Nee, Olly. Een zwart Jacco shirtje. Ja, dat is niet van mij. Dat is mijne. Ah. Ja! Lekker, man. Deze stonk ook, hè, redelijk. Ik zie een hele zwemstort. Oh, ik heb al 2 paar sokken mee. Hey. Oh. Voor wie is de ergste? Voor wie is de bedorven zak, man? Zit het juist? Nee, bro, is niet van mij. Oh, nee. Dat betekent eigenlijk gewoon dat ik of heel stinkend zweet heb, of ik heb heel goed mijn best gedaan. Ja. Waarom niet ik dat was? Man. Maar dus nu gaan we naar de zakken die dat lekkerste ruiken. Ah. Oh, ja. Yeah. Ik heb inderdaad geen enkele juist is. Wij stinken niet. Yes. Alsnog vind ik dat jullie mogen gaan douchen. Boys! Wat een fuck? Hallo. Wie zijn idee was dit? Kom maar. Maar zo. Love me, love me. Say that you love me. Follow me, follow me. Follow me, follow me. Met dat voetje erop, dat was prachtig. Ik! Ellen, we zitten hier op het strand. Einde van de week komt wel een beetje in zicht. Ja. Hoe voel jij jou? Goed, ook. Ik vond het leuk. Ik heb hele leuke dingen mogen doen. Ik weet al meer wie dat ik op de dates wil meepakken die nog komen. Ik heb je even apart gepakt om gewoon eens te vragen hoe dat gaat met jou. Natuurlijk op alle slotten. Mooie plekken op het strand. Ik ben altijd blij om hier te zijn. Zeker, absoluut. Iedereen vindt het super mooi om te zien hoe dat jij van een verlegen persoon naar een beetje de speelvogel van de groep bent gegroeid. Ik moet eerst weten hoe mensen rond mij zijn. Ja. Dat ik weet hoe ver of zo ik kan gaan of hoe ver ik mij moet inhouden, zo gezegd. Ja. In een groep, ja, super. Hè. In de groep ligt heel goed aan, dat weten we allemaal. Allemaal topgasten, ik amuseer me hier enorm. Maar ik denk wel persoonlijk, de klik met Ellen was al redelijk duidelijk dat dat er niet in zat bij mij. Misschien goed voor jezelf dat dat duidelijk is. Mm-hmm. Dat je niet op het einde misschien teleurgesteld zou worden. Ja, maar ik gun elke jongen het hier, maar van mijn eigen kant, ja. Ah, ik denk dat mijn tussenstand een beetje minder is. Ik denk voor echt het volledige te winnen, denk ik dat Jens sowieso het meeste kans maakt. En ik denk dat Taibo en Olivier ook wel nog een kans maken. Ja. Ze heeft gezegd dat ik in de top 3 zat, dus ja. Ik hoop. Als ik de andere jongens moet geloven, denk ik wel dat ik wel wat kans maak. Daar heb ik al genoeg gehoord. Ik wil weten wat jij denkt. Als ik op mijn gevoel moet afgaan, denk ik ook wel dat ik wel goed op weg ben. Wat ga je doen, denk je, om er toch zeker van te zijn dat je toch nog eens een klein beetje quality time krijgt met Ellen? Ik wou eerlijk zeggen dat ik gewoon verder doe zoals ik bezig ben eigenlijk. Ik denk dat ik gewoon mijn eigen ga blijven. Is Ellen nog wel een ding voor jou? Sowieso een leuk meisje. Ik ga me sowieso opstellen, maar na 4 dagen kan ik dat zo nog niet direct zeggen. Ellen, welke smaak wil jij pakken? Ik wil een vodka energie. Alsjeblieft. Wat vinden jullie van de vakantie tot nu toe? Oprecht, ik denk dat ik wel gewoon nieuwe vrienden erbij heb eigenlijk. Sowieso. Gewoon niet voor camera, maar gewoon oprecht. En Ellen, wat staat er nog op de planning? We will see what gonna happens. Geen verwachtingen hebben, zodat je niet teleurgesteld wordt. Oh. Het is tijd voor een keuze. Oh. We hebben iets romantisch gepland
Ellen, wie neem jij mee op date? Denk er goed over na, hè? Ik denk dat ik voor Olly ga. Olivier, jij mag ook mee op date met Ellen. Ik ga niet meer prijs geven dan romantisch. Heb je zin in? Het is wel iets anders dan de vorige date. Dus... Ja. Ik heb Olly gekozen vooral gewoon omdat ik merk dat het altijd grappig is en dat ik toch wel op mijn mak ben. Tot zelfs. Zal u gasten? Mooi. Ik gun het u, hè, maar gewoon niet te veel. Oké. Okay. Braaf zijn, hè. Wij gaan nog een eerste pakken. Kom. Wat denk je dat we gaan doen als we op deze locatie zijn? Ik denk iets... In het water, zand. Hi. Hello. Mijn naam is Anastasia. Mijn moeder is er gewoon. Daarom is het ook. Engels? Spanisch. Alleen in Spaans. Oké, dat wordt dan moeilijk. Vamos. Vamos. Yes, yes, yes. Vamos. Voor een star. Gracias. Ciao. Goeie vakantie. Wat denken jullie dat ze gaan doen? Dat is een romantische date. En Olivier is niet echt de meest romantische kerel, dat hij tegen mij vertelt. Nee, klopt. Olivier en Ellen gaan een sensuele, romantische fotoshoot doen. Dat is een Spaanse mamacita die fotootjes gaat nemen. Nice. Ik gun het Olivier, maar niet te veel. Ben je dan een team een fotoshoot samen? Ik vind dat echt We gaan mijn ding. Echt trouwen vandaag. Echt? Ja. Fuck, waarom ik? Zij is niet goed misschien? Jawel, jawel. Wees blij, de andere jongens zouden dat ook wel willen, hoor. Que vamos de aquí hasta allá. Vamos. Vamos gewoon. Gewoon vamos. Oh, dit is zo leuk. We kijken naar mij en zo, hè. Ik denk dat wij wel beter zo'n foto's kunnen namaken, hè. Als je al even gay doen als de hele rest van de week, dat zal zeker lukken. Voilà. Dat moet goed komen. Wie is de man, wie is de vrouw? Dat moet jullie eerst beslissen. Ja, nu is het duidelijk, hè. Ik ben de vrouw. Jij bent de vrouw. Bailar. Dansen. Ah, dansen. Ik snap echt niks van Spaans. Ja. 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 Nee, hij is volledig fout. Heel ultiem moment. Super. Je wimpers gaan er bijna vol vliegen. Dat zie ik. Uit je comfortzone komen, toch? Super. Zo. Kietelen. Ik moet je kietelen. Ik heb een idee voor ons. Kijk, zo'n typische trouwfoto. We gaan daarop staan en je moet mij holden, man. Heel verliefd naar elkaar kijken. Ik doe zo. Zijn er mensen die dit vrijwillig doen? Maar niet lachen. Serieus. Dat is ongedicht. Ik vind het echt zeer... apart. Onaangenaam. Dus je bent niet blij dat ik je op date heb gepakt? Jawel. Zouden de andere jongens jaloers zijn? Ja. En ik zo. Staat er iemand graag voor de camera? Nee. Dit doe je. Oh. Zie. Ah. Perfect. Zie echt alleen die wimpers. Kijk hier, Rosalba. Kijk ik hier in de camera? Ik kan niet. Wacht. Doe een verliefde koppel zitten, because it's... Nee. Onze foto's zijn sowieso beter. Koppel goals. Die zonsondergang is perfect. Zo eentje op de poep. Nee, maar hij ziet er wel goed uit vandaag. Dat is vanuit mijn hart gezegd. Die mensen kijken naar ons. Oh yes, super man. Alice, kijk eens. Die zijn cute, man. Die zijn cute. Hoe langer we hier zitten, hoe meer ik wel merk van oké, we kunnen echt met iedereen overeenkomen. Het is echt een leuke groep. Ik heb het bij elkaar geroepen, want we gaan naar een paar beeldjes kijken. Het is een kleine movie night die we gaan doen. Oh. Hey, la! Dat is echt schattig. Wajo. Pas getrouwd koppeltje. Schattig. Je tricep komt wel iets meer aanspannen. Kijk, en nu gaan die opeens een kusfoto hebben. Ga dat zien. Nee. Oeh. Zwoel, bro. Hier is ook de vraag. Siblings are dating. Zoek de hetero. Kijk mijn modelhoofd. Kunnen we daarop inzoomen? Nee. Niet doen. Al het bloed ging maar naar één plaats op die foto. Daar mogen we welke nu op. Nee. Oh, dat wil je niet slecht, hè.
Ze raken niet aan, ze raken niet aan. Zoom in, zoom in. Zoom in, zoom in. She didn't cheat. She didn't cheat. Ah, pas op de onderlip. De onderlip. Ja. Nee, nee, net niet. Oh! Ja. Dat is er echt uit als een teelbal. Maar ik blijf erbij. Onze foto's die wij met de boys hebben genomen, zijn ook on fire, hè? Ja. Zoom nu in op zijn kop, op zijn kop. Alsjeblieft. Maar ik lijk op een junk. Oi, oi, oi. Er gaan vrienden van mij meme-accounts maken met die foto's waarschijnlijk. Echt zo, die cute face erop. Het ding is, bij ons zit er wel meer passie. Ja, veel meer passie. Ik, toen jullie inzoomden op die foto, ik was ook op mijn lip aan het bijten. Snap je? Ik meen ja, ja, en ik was... Mijn dat hoofd was... vind ik mooi aan foto's, dat je ziet dat dat oprecht is. Dat... Ah, passie is. Snap je? Voelt je die liefde? Ziet je die spanning? Die passie, die passie, die was. Bro, zelf, ik word jaloers nu. Abbé. Oeh. Oef. Goeie vraag. Oef. Oh, wee, Martijn. Ja, we zitten hier in een familiepark. En ik heb wel wat shit gezien dat ik eigenlijk wil doen. Dus gaan we go, even... Ja, dat is een zombie. Volg mij, volg mij. Broer, ze zit al een meisje, man. Je kan gewoon prijzen winnen. Ellen, Ellen, Ellen. Hoppa. Maar je zag gewoon aan die jongens zijn hoofd dat ze dat zo tof vonden. Ze zo, het stoere was echt zo volledig weg. Hey, het is een race! Ik zat bij Jens alweer. Lol. Rennen, rennen, rennen. We zijn alleen op kop, alleen op kop. Hij is die boy, jongen, kom. Zeg, ik kom, ik kom. Ik denk dat ze een beetje allebei indruk wouden maken van wie is het sterkst. Doe je t-shirt ook anders uit. Hij zei dat UBMW lelijk was. Wow. Ah. Wacht, wacht. Maar ik ben links? Bro. We zijn naar huis, hè. We zijn naar huis. We zijn een kleine pietat. Dat staat toch op beeld dat hij vals speelt? Toen even... Aansteker. Aansteker, oké, okay, doe maar. Woeie. Die is wel het meeste, denk ik. Nee. Geen geluk in het spel is... Wat fuck? Ja. Hoezo weet niemand dat? Dames en heren, welkom bij Spin the Wheel. Hoppa! Ja, de jongens waren ook leuk aan het amuseren. En ik denk dat Jens dan het momentje zag om mij even apart te pakken. En waarom heb je mij niet gekozen dan? Dat toch ook leuk geweest? Tuurlijk. Ik weet niet wat er nog volgt. Hè. Ik had dat wel... Allee. Pak ook graag foto's en zo. Alles op zijn tijd. Denk je dat Olly concurrentie zou zijn voor mij of hoe? Ik ga er nu een keer geen antwoord over geven. Eerlijk gezegd duurde het echt nog lang voordat ze door hadden dat we weg waren. Even bomen, allebei of ja, in hier en daar. Onder, onder, hier even. Ah! Camera. We hebben goal, we hebben goal. Hey. Ja? Nee. Ik ben gewoon... aan het kijken naar hoe dat de dates verlopen. Karakter is echt belangrijk. Daarom mag ik ook iedereen de kans geven om met mij op date te gaan. Ja, maar nu naderen we zo wat einde, snap je? Dus moet... Ja, maar we zijn er nog niet. We hebben nog 2 dagen. Elke avond kan er iets gebeuren waardoor ik bij de ene denk van ah, uitgesloten of niet. Jens is vertrokken, godverdomme. Naar huis? Maar ja, die is niet vertrokken naar huis. Met Elm, we gaan ze zoeken, hè. Jens? Maar het feit dat je me erover aanspreekt, van hoe was de date? Ik vond toch wel een beetje dat je jaloers bent, toch? Moeten we de wc's niet checken eigenlijk? Nee, nee, nee. Is te vroeg, te vroeg. Is die schoon, Elle gepakt, achter ons ja. Weggegaan? Weet hè? Hij heeft ze heel slim gedaan eigenlijk. Ah, ik zie ze. Daar. Wat is dat? We dachten dat jullie al met z'n tweetjes even... Wat is dat hier? Nee, we waren gewoon hierin. Gewoon? Ja. Ik denk dat onderling ook wel een beetje zo de jaloezie bij hun naar boven haalt. Wat is er gebeurd met de boys?
Ja? De boys bestaan nog, hè, man. Dat... Ja, ze bestaan nog, ja. Ja, man, ja. Duidelijk. Was niet te merken, man. Maar dan dat tweede café. Als ik wist wat ik moest doen. Hey. Hey. Alsof dat Taibo ook al ervaring heeft met Pimo. Ik dacht gewoon zo snel mogelijk die slagroom oplikken, dat dat gewoon uit beeld kan, die Pimo. Hey. Hey. 80% blijkbaar. Nee, dat gaan we echt niet doen. Ik zweer het, ik pak je nooit meer mee op date. Alsjeblieft, ik zweer het. Jens zit met Ellen in de douche. Oh ja, je moet erin. Een dikke Pimo. We gaan de phone game spelen. Hoe loyaal zijn de jongens naar jou geweest deze week? Dat is de vraag. 1, 2, 3, 4, 5 chats verwijderd. Wow! Dat heeft een ranking in mijn hoofd en die is echt aan het schuiven, man. We zijn inderdaad klaar. Daar had je, Setitrip.